Hallo, welkom bij een nieuw stripvlog van Robert Habers. Ik wil weer met een nieuwe vlog beginnen. Dus vandaag begin ik een nieuwe vlog over 60 jaar bestaan van de Rode Ridder. En dan begin ik met het eerste album, Het Bloedkleed. Dit is het eerste album tijdens het 60 jaar bestaan van de Rode Ridder. Hier kun je ook het 60 jaar logo zien. Dit is de achterkant. En er zijn gewoon losstaande verhalen van de Rode Ridder. En dit is de eerste van de vier. En dit album is gebaseerd op het boek van de Marc Legendre. Net als de strip zelf. Op de gevangenen van de Sultan. Het tweede en laatste boek van Marc Legendre. De voorganger was De Vloek van Malfrat. Die had impact op de eerste twee verhalen van Marc Legendre's uitverkorenencyclus, De Uitverkorene en De Gevangene. En tijdens het tweede album kwamen Galaxa en Demonia weer terug. Red Rider wordt ook nog steeds gesponsord, terwijl het al gestopt is sinds 2017. 18 zo'n beetje, 2017, hou het maar op. Maar het is in ieder geval gestopt, dus hierin hebben we de terugkeer van Galaxa en Demonia. En ik ga niks verraden, want dat kun je ook op de website lezen. Geen spoilers in deze vlog, in dit vlog. En in het derde album, jawel, ik ga het er toch weer benoemen. Waarschijnlijk zelf. Hier zo, dit ben ik. Hier zo, die man en die jonge man met die talisman, dat ben ik zelf. Daar geniet ik echt elke dag van. Hier zo links, dit is Martin Hofman. Deze behoort tot de standaard uitgeverij folders, dit is het tweede van dit jaar. Ik zal dadelijk ook nog de eerste laten zien. Hier wordt natuurlijk De Vervloekte Talisman genoemd. En Een Zachte Dood. En De Rode Ridder Integrale 4, 5 en 6. Maar dit volgende album waarschijnlijk zelf. En daar ben ik heel trots op, ja. Echt wel. En in 2019 zitten ook Fabio Bonoel en Klaus Scholz op de boekenbeurs zijn. Dit is nummer 2. En dan heb ik hier nog nummer 1. Zal ik eventjes erbij pakken. Dan moet ik wel eventjes weer. Ja. Dit zijn de eerste twee albums dus. Van de standaard uitgeverij folders van 2019. Het Bloedkleed en De Laatste Waarschuwing. Met integralen 1, 2 en 3. Dit is de eerste helft van het jaar. Die ander is van de tweede helft van het jaar. En de eerste helft van het jaar, die hebben we al gehad. De albums. En de integralen. Dus we zitten al op de helft. En dan is de beurt dus aan de tweede. Ja, ik heb hier twee van. Want daar ben ik wel trots op. En dan zal ik nou eens de integrale laten zien. Het verschil tussen ze. Misschien heeft nog niet iedereen dat gezien. Dit is een reguliere editie van de Rode Ridder. Gewoon de normale standaard integraal editie. Er zit dan een Ex Libris bij van Fabio Bono. En het staat natuurlijk ook heel veel bladzijden in. En het ruikt ook heerlijk, dat papier. Oh, dat papier ruikt echt heerlijk. Oh, dat vind ik zo'n heerlijke geur geven. Ik weet niet, op een of andere manier. Zo vernieuwd en zo. Ja, het is echt een heerlijke geur. En dan heb je hier dus
de luxere editie. En daar zit een ex-Libris 5 van Klaus Scholz en Fabio Bono. Dus niet alleen Fabio Bono, ook Klaus Scholz. Maar deze zijn maar beperkte oplagen. Ik zal nog wel eventjes goed openen, dan kunnen jullie het beter zien. Maar ik heb een heel kleine camera, dus daar moeten jullie het helaas mee doen. Zo. Ik zal ze wel eventjes langs elkaar zetten, dan kun je het beter zien. Zo. En zo. Dus dit is zo'n. Die. Dat is het verschil tussen. Het is eigenlijk gewoon dezelfde inhoud, alleen de ex-libris van Klaus Scholz is anders. Want bij de originele zit geen ex-libris van Klaus Scholz en bij de nieuwe wel. En daar gaan we nou over op integraal 2. En daarin staat Demonia in haar nieuwe stijl. In de stijl van Fabio Bono. En dan hebben we Demonia in de stijl, in de luxe editie van de integraal editie van Klaus Scholz. Maar daar zit natuurlijk ook Fabio Bono bij. Maar dat heb ik jullie al verteld. Dus dan heb je weer 1. Nee, dan heb je integraal 2. Dan heb je weer 2 verschillende soorten van. En dan integraal 3. Met Galaxa. Is van Klaus Scholz. En dit is van Fabio Bono alleen. En hier staat het team die gewerkt hebben aan deze, aan al deze integralen. David Steenhuizen voor het opmaken van dossier en Ivo de Wispelaren. Die twee hebben aan dit dossier helemaal gewerkt samen. Allebei werken die aan stripspeciaalzaak.be. Ik heb ze allebei ook in persoon ontmoet, dus het zijn hele aardige mensen. Dus hier weer de luxe en de niet luxe editie. Dus gewoon de hardcover en de luxe editie. Dan komt er later in dit jaar, ook in september, komt er nog een, de zogeheten het kasteel, het Rode Ridder familiespectakel in kasteel Veldwijk Park. Dit is georganiseerd door Koen Palings, de district burgemeester, Gert Fransen van Stripknip, en voor de mensen die afvragen wat Stripknip is, de Stripknip is een Facebook groep waar je alles kan zetten over strips. En Gert Fransen, die doet daar heel veel plaatsen. Dus daar doet Kei eigenlijk zijn best voor. Dus ja, hij plaatst daar van alles wat strips. Het kan iets klein zijn, het kan iets groot zijn. Hij werkt heel erg hard met strips. Hij heeft ook een pagina's van Charelle Cambray en Steven van Baal. En ja, dat doet hij onder andere. Maar hij is dus heel eigen strips bezig. Net als ik, maar ja, ik ben specifiek met de Rode Ridderzalen bezig. En hij vindt het heel leuk dat hij bij de Rode Ridder voor het eerst een keer genoemd wordt. En hij heeft ook een pagina op de website. Dus ja, ere wie ere toedoet, ere wie ere krijgt. Dus Gert, mocht je deze vlog zien. Dan hebben we nog Mark Elseviers van district Schepen. En Bert van Rooij
Van de Sander uitgeverij. Daar zijn de vier organisators van het Rode Ridder Familie Stripspectakel in Kasteel Veldwijkpark. En dit speelt zich allemaal af op 21 september 2019. Vanwege het 60 jaar bestaan van de Rode Ridder stripreeks. Mocht je de Rode Ridder Facebook volgen. Wij vieren elke dag het 60-jarig bestaan van de Rode Ridder. Dus elke dag plaats ik een pagina van de Rode Ridder op Facebook. Dus ja, ik wil zo elke dag de Rode Ridder feest vieren, ja. Zodat hij wat meer eer krijgt, ja. Want het is niet voor niks het 60-jarig bestaan, dat is kei lang. En dan mag ik er ook nog deel in nemen. Maar ik vind het gewoon leuk dat ik dan zelf elke dag een pagina kan delen. Dus ja. Dus ja, er is zoveel van de Rode Ridder. Misschien ook dingen waar men niet eens van wist. Dus ja, ik wil mee hier zeggen. Dankjewel iedereen voor het kijken. En op naar het volgende vlog. En trouwens, ik ga nog een keer een vlog over Leopold van Meijeren doen. Maar dan verbeteren. Want het vorige vlog was niet zo goed gegaan, omdat er in één keer alle informatie weg was. Dus ik wil hiermee zeggen, iedereen dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer naar een nieuwe Rode Ridder vlog.